Hey allemaal, tof dat jullie kijken naar een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Mr. Rhino en vandaag is het maandag. Het wordt weer een drukke week. Want de week is weer begonnen. Ik zit even lekker aan mijn ontbijt. En dat soort dingen. Dus ja. Straks naar de Vinnen. En daar gaan we weer wat dingen regelen. Misschien dat Mr. Rhino, Mr. Demon en ik weer wat zaken gaan bespreken. Want ik heb weer een onderwerp wat ik met hem wil bespreken. In ieder geval, dat zien we straks wel verder. Tot later, Rhino's. Zo, hier ben ik weer, samen met Mr. Demon. Mr. Demon en ik willen namelijk wat bespreken. Ja. Dit weekend heb ik namelijk op YouTube een video van een paar weken geleden gezien. Een fans van Donald Trump willen namelijk dat Family Guy stopt omdat ze Donald Trump op de hak hebben genomen. Belachelijk. Ja. Dan zou je beter Trey Parker met Stone van South Park op weg kunnen sturen. Dat ja. Weer. Ja. Maar goed. In ieder geval. De makers van Family Guy, Seth MacFarlane en nog een paar jongens, hebben een plaatje gemaakt van Peter Griffin. Verkleed als Donald Trump, inclusief oranje huid. En stond er zo bij. If we vote for loudmouths, can I get an Emmy? En dat maakte Trump-fans heel erg boos. Ja, ik bedoel, Family Guy-fans op Facebook zeggen zo van... Ik kijk nooit meer naar deze show en dat soort shit. Ja, ik heb er al iets voor te zeggen, want ik ben spraakzaam soms op dit soort onderwerpen. Het slaat nergens op namelijk. Precies. Belachelijk. Daarom zeg ik, Trey Parker met Stone stuur ze weg, of South Park stuur ze weg. Ja. Dat is beter. Over South Park gesproken, seizoen 19 is godverdomd vreselijk. Ja, met, ik heb hem ook gezien, ik zeg, die andere seizoenen vond ik wat beter. Maar deze seizoenen, ze gaan achteruit, laat het zo zeggen, de ideeën zijn op, dus... Heel hard, heel erg fucking hard achteruit. Ja. Slaat nergens op. Nee. In ieder geval, die Trump fans butthurt as fuck. Ja. En die Trump, dat ik, als hij president wordt, het is net Geert Wilders die president was zeker. Ik zie Trump zo'n beetje als de moderne Hitler. Nou, ik denk ik niet, maar ik zie hem wel een beetje als... het is gewoon een racistische man, maar goed, hij... Ja, spuuglelijk ook. Hij kan... Ik weet niet wat hij kan, maar... Hillary Clinton, dat wordt een goede president. Dat zie ik nu al goed voor me. Ja. En die Trump-fans die op mijn video's reageren... Die hebben ook gewoon geen brein. Laten we zo zeggen, ik bemoei me er niet al te veel mee, maar ik zeg wel tegen Mr. Rhino, reageer er gewoon niet op, want je kan beter op iets nuttigs reageren dan op iets onnuttigs. Precies, daarom reageer je ook niet op pestreacties. Het is gewoon niet nuttig, die pestreacties, dus onnuttig heet dat. Ja. Ik heb ook een ander woord ervoor. Nee, dat weet ik niet. Ik had wel een ander woord voor maar... Ja. In ieder geval, dat is alles wat we wilden zeggen. We zien jullie later weer. Tot ziens. Zo, daar ben ik weer. Utopia gaat zo beginnen. Ik dacht, laat ik even nog versnellen een vlogopname maken voordat het begint. Ik heb namelijk The Voice of Holland nieuws. Zoals veel van jullie weten is Anouk, die op het moment coach bij The Voice is, in verwachting. En deze zomer zijn de audities van het nieuwe seizoen. En net tijdens deze zomer zal de bevalling van Anouk's baby zijn.
En dus hebben ze gezegd, Anouk, het is verstandig als je dit seizoen even verlof neemt. Maar ja, er moet natuurlijk een vierde coach bij zijn. En wie hebben ze gevraagd om in te vallen? Ik zal jullie even een drumroll geven. Het is... Waylon! Ik heb net in RTL Boulevard gezien. En daar hebben we kunnen zien dat het Waylon is. Toen... Hij sloop de Voice Studio binnen, capuchon op. Toen hij zijn capuchon afdeed, herkende ik hem niet, want ik ken Willem niet zo heel erg goed. Maar volgens de man aan de tafel van de RTL Boulevard was het Waylon. Ja, echt. Heel erg cool. Hoewel ik Waylon niet ken, vind ik het cool dat hij erbij is om in te vallen voor Anouk. In ieder geval, ja, dat was wat ik te zeggen heb. Maar voor ik de opname stopzet, wil ik nog één ding zeggen. Ik hoop dat Waylon wat vaker terugkomt. In ieder geval, dat is alles wat ik tot nu toe zeg. Tot zo. Zo, ik was weer terug. Heb je net Utopia uitgekeken? En dus ga ik weer vloggen. Zo. Ja, ik weet dat het donker is. Oh. Ook aankomend seizoen van The Voice ga ik weer filmen bij de live shows. Dat kan een lange tijd duren. Maar goed, dat is het waard. Misschien dat ik ook wel bij de Blind Auditions, de Battles en de Knockouts ga filmen. Dat weet ik nog niet. Ik ga in ieder geval sowieso filmen tijdens het volgende seizoen van The Voice. Dan maar hopen dat mijn vlog niet weer verwijderd wordt door RTL. Maar goed. Want ik weet nog toen ik de finale van The Voice van 2015-16 opnam. Toen werd mijn vlog verwijderd vanwege copyright van RTL. Maar later werd de vlog weer online gezet omdat ze geen dingen hadden gevonden in de vlog, in de opname die strafbaar waren. Ik filmde enkel de finale. Ik ben blij dat die vlog weer online is gezet. Maar omdat ik al een vlog had gemaakt om het te vervangen, hou ik de originele vlog 43 buiten het lijstje. En daar blijft het bij. Misschien dat ik hem nog toevoeg als bonusvlog, dat weet ik niet. In ieder geval... Dat is alles wat ik tot nu toe te zeggen heb. Misschien tot later. Zo, daar was ik weer. Ik dacht, ik ga zo even vanuit de douche filmen. Gelukkig heb ik hem niet aanstaan. In ieder geval, ik had zo net Spielberg de hele tijd in mijn hoofd. Steven Spielberg, de filmregisseur. In een van mijn favoriete YouTube-series, de Epic Rap Battles of History, hebben ze hem gebruikt in een van hun rap battles. Echt.
super cool. ik ben misschien wat aan de lange kant om op Spielberg te lijken. Maar trek mij wat kleren van Spielberg aan. Baardje, bril, pruik en pet. En dan lijk ik sprekend. Ook al ben ik dan wat aan de lange kant. Dankzij je Epic Rap Battles ben ik een fan van Spielberg geworden. Vervolgens vroeg ik aan Cornelis of hij een film van Spielberg kon opzoeken. En dat wou hij wel doen. Ik vroeg Jaws aan en die nam hij voor me mee. Ik keek ernaar en het was leuk. Jaws is een film uit de jaren 70. Dus de special effects in films waren toen nog niet zo goed. Maar man, Spielberg was ver in zijn tijd vooruit. Ik bedoel, ook al was die grote witte haai nep, hij jaagde me wel angst aan. Ja, het is echt indrukwekkend hoe Spielberg met vispoppen zoveel angst kon zaaien in de bioscoop. Dat is niet normaal. Ik zou het echt heel cool vinden om een keer Spielberg te ontmoeten. Dan ga ik verkleed als Spielberg. Om het grappiger te maken. In ieder geval, dat is alles waar ik tot nu toe over kan vloggen. Als ik nog wat te vloggen heb, dan laat ik het jullie weten. By the way, willen jullie heroïne kopen? Zo, het is bedtijd. En dus ga ik lekker slapen. Dames en heren, heel erg bedankt voor het kijken naar deze vlog. Vond je hem leuk? Laat dan even een reactie achter. Geef even een blauw duimpje omhoog. En abonneer je gelijk even op mijn kanaal hier beneden. Als je dat nog niet hebt gedaan. Hopelijk check ik jullie ook weer bij de volgende vlog. En dan zeg ik nu, zoals altijd, later.